De Alpine Stars Vika V2 Vegan Suede is bij uitstek geschikt voor de vrouwelijke urban rider. Ik ben Oscar van Motorkleding Center en dit is de review van de Alpine Stars Vika V2 Vegan Suede, beschikbaar bij Motorkleding Center. De Alpine Stars Vika V2 Vegan Suede is een jas die ideaal is voor stedelijk gebruik of bij de tourritjes binnendoor. De jas is volledig gemaakt van een vegan suede buitenlaag en dit zorgt voor een slijtvastheid, maar zeker ook een zeer comfortabele pasvorm. Het is een jas voor zomers gebruik aangezien er geen waterdicht membraan in zit. Er zit overigens wel een thermovoering in, dus in de koude ochtenden of avonden kan deze jas nog wel gebruikt worden. Als we gaan kijken naar de veiligheid van de jas, dan is de buitenlaag gemaakt van een vegan suede. Dit zorgt voor slijtvastheid, maar zeker ook voornamelijk voor een hoog comfort. Ook zien we dat er stretchmaterialen aan zijn gebracht op de plekken waar wat meer bewegingsvrijheid nodig is. En deze zijn wederom volledig slijtvast. Als we gaan kijken naar de veiligheid van de jas, dan zien we aan de zijkant een schouderprotectie en een elleboogprotectie. En deze zorgen ervoor dat de impact geneutraliseerd kan worden. Als we vervolgens doordraaien naar de achterkant, is aan de achterkant van de jas een pocket aangebracht waar eventueel een rugprotectie ingestoken kan worden. Ook zien we dat de jas wat langer doorloopt, zodat hij daar netjes aansluit. En aan de achterkant, aan de onderkant van de jas, zien we een aansluitrits waarmee de jas eventueel aangesloten kan worden op de Alpine Stars Vika V2 broek. Als we vervolgens weer terugdraaien naar de zijkant, zien we bij de elleboog een stretchmateriaal zitten dat zorgt voor extra comfort op het moment dat de rijdende houding aangenomen wordt. Ook zien we aan de voorkant van de mouw een ritsafsluiting. Op het moment dat deze open gedaan wordt, kan er eventueel de handschoen ondergestoken worden en op die manier kan de jas ook makkelijker aangetrokken worden. Aan de voorkant van de jas zien we vervolgens twee steekzakken aan weerszijden. Houd er even rekening mee dat deze niet waterdicht zijn, dus dat hier geen waardevolle spullen in opgeborgen worden. De kraag is afgesloten met een klittenbandsluiting en als wij de rits open doen, zien we aan de binnenkant direct de thermovoering. In de thermovoering zien we aan weerszijden twee steekzakken zitten. En aan de binnenkant zien we ook een Napoleon pocket zitten met een waterdichte afsluiting waar de waardevolle spulletjes eventueel wel veilig opgeborgen kunnen worden. Marjolein is 1,68 meter en weegt zo'n 65 kilo en draagt van deze jas de maat 42. Zoals we kunnen zien sluit de jas netjes aan en is dit de juiste maat voor haar. Houd er rekening mee dat Alpine Stars over het algemeen wat kleiner valt, dus dat je een maatje groter neemt dan gebruikelijk. Wil je deze jas nou een keer komen passen of bestellen, dan kan dat uiteraard in een van onze winkels of in onze webshop. Wil je graag op de hoogte blijven van alles wat wij bij Motorkleding Center doen? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond je deze video nuttig? Geef ons dan een duimpje omhoog. En wil jij nou weten wat jouw ideale maatjas is? Blijf dan eventjes hangen. Ik ben Oscar van Motorkleding Center. Bedankt voor het kijken.